Ik daag jou uit. Like de video alleen als jij het geheime woord kan lezen. En reageer het hier beneden. De Agency. Een geheime groep in Brookhaven die heel de stad wil overnemen. Wow. Na lang nadenken hoe ik achter hun plannen kan komen, heb ik het gevonden. Om te weten wat ze van plan zijn, moet ik bij hun plan horen. Oh, moet je kijken. Er is hier een nieuwe winkel. En daarom heb ik een sollicitatiegesprek bij niemand minder dan de Agency. Als het goed is, heb ik afgesproken met iemand die hier zou moeten zijn. Oh, hey. Je bent te laat. Oh ja, sorry. Ik moest nog even wat belangrijks doen. Ik hou van ijs. Maar ik wil de nieuwe baan. Dus jij wil een spion zijn? Absoluut. De beste die er is. Oké. Wat is je naam? Ik ben Dutchtuber. En waarom ruik je naar watermeloen? Nou, het zit zo van... Ik ben van watermeloen. Je bent aangenomen. Oh, yes. Oké. Natuurlijk wil ik niet echt bij de agency werken. Maar dit is mijn kans. Dus, wat is jullie plan? Waar kan ik bij helpen? Dat kan ik je nog niet vertellen. Je moet jezelf eerst bewijzen. Natuurlijk. Oké. Vind een geheime kamer. Geheime kamer. Ja, het nadeel is, ik heb bijna alle geheimen in Brookhaven al gevonden. Dus om een nieuw geheim te vinden, moet ik een nieuwe plek vinden. Wauw. Hier ben ik nog nooit geweest. Oh, ze hebben een nieuwe chipsmaak. Maar ik ben een spion. Ik heb geen tijd voor chips. Eens even kijken. Oh, wow. Cool. Ze hebben hier zoveel verschillende dingen. Chocolade en... Oh, hallo. Waar kan ik je mee helpen? Ik moet mijn bed nog opmaken, maar... ik weet niet of dat echt... Ik zoek een geheime kamer. Er is hier een geheime kamer. Er is hier een geheime kamer. Achter de plant. Nee, er is hier een geheime kamer. Achter de borden. Nee. Ah, weet je, misschien is dit gewoon niet voor mij weggelegd. Ik heb wel zin in een koud drankje. Ben je serieus? Dit is fantastisch, ik had best wel dorst. Maar hier heb je dus gewoon de geheime kamer. Maar dit is zo raar. Er is hier helemaal niks. Oh, ik hou niet van spinnen. Ik hou niet van spinnen. Oh, hey. Goed gedaan. Volg mij. Oké, ik kom eraan. Oké, waar gaan we naartoe? Ah ja, natuurlijk, de bunker. Daar zijn we. Eerste missie volbracht. Op naar de tweede. Oké, dat is goed, maar waar is de tweede missie dan? Hier zo. Kwam dat hier vandaan? Hallo, Robux. Robux? Heeft mijn volgende missie met Robux te maken? Hoezo? Die gaan we nodig hebben. Voor ons plan. Oh, het plan. Dat is waar we meer over willen weten. Welk plan? Gaat je niks aan. Eerst de Robux. Oké, hoeveel heb je er nodig? Dat is geen antwoord op mijn vraag. Volgens mij heb ik al door wat de agency doet. Ze willen dat ik mezelf bewijs. En alleen dan kan ik me bij hun aansluiten. Ik heb de eerste missie volbracht. En de tweede is... Robux. Ah nee, ik ben helemaal de verkeerde kant op gereden. De Brookhaven Bank is hier niet. Maar de supermarkt wel. Wacht, misschien heb ik een idee. Knopjes drukken. Hier en daar. En daar ook daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit gaat natuurlijk zo niet werken als hij achter de kassa staat. Ik heb een idee. Verkopen jullie toevallig ook... Zeg maar, verkopen jullie ook... Appels? Verkopen jullie ook appels? De beste in de stad. Ik zal er eentje halen. Wacht even. Oké, dankjewel. Dit is mijn moment. Ik doe het niet graag, maar ik doe dit om Brookhaven te redden en de plannen van de agency tegen te gaan. Oh, yes! Oké. Oh. Hahaha, grappig geluidje. Ach ja, die appel is lekker. Maar ik weet niet of dit genoeg is. Was er maar een manier om meer Robux te vinden? En dat zo snel mogelijk. Wacht eens even. Deze auto heb ik hier nog nooit gezien. Er zitten 10.000 Robux in, oké. Ah, wacht, ik snap het al. Hier zitten de Robux in die uiteindelijk naar de bank gebracht moeten worden. Robux. Oké, voordat ik dit verpest en hij me ziet, ga ik achter dit bushokje staan. En dan pak ik de verrekijker erbij. Kijk, dat is perfect. Even kijken, hij stond hier net, maar... Oh, daar is hij. Ik heb zoveel trek. Lunchpauze. Volgens mij gaat hij een lunchpauze houden. Dat is mijn moment. Kijk, hij gaat vandoor. Starbucks koffie is daar. Oké, hij gaat naar binnen. Oké, en nu. Snel. Oké, dus hoe werkt dit? Even kijken. Ga open. Ah, ik ken de code niet. Maar waarom zou je een code nodig hebben? Als je dit hebt. Oh my gosh, niet één zak Robux, maar twee zakken Robux. Dit is perfect. Oh. Ah. Je bent een dief. Nee joh. Hoezo? Omdat ik dit open heb gebroken en een zak Robux vast heb? Nee joh. Zeg sorry. Sorry. Excuses aanvaard. Oké, ik neem deze even mee als je het niet erg vindt. Oh man, ze zullen zo trots op me zijn. Het is raar dat ik probeer om de agency trots op me te laten zijn. Maar dat is de enige manier hoe ik me bij ze kan aansluiten. En hoe ik hun plan kan doorhebben. En uiteindelijk kan tegenhouden. Oké, we zijn er weer. Eens even kijken. Volgens mij was die daar verderop. Hey, ik heb alle Robux meegenomen voor je.
Dus volgens mij ben je blij, toch? Wat hoor ik nou? Ik weet zeker dat ik iets hoor. Oh, nee. Mij hou je niet voor de gek. Dit is de agency-baas en ik weet nog steeds niet wie er achter het masker zit. Luister, het is niet wat je denkt. Ik wil me bij jullie aansluiten. Leugenaar, daar geloof ik niks van. Nee, ik meen het. Ik wil me bij jullie aansluiten. Ben je nou koffie aan het drinken? Ja, zeker. Is heel lekker. Gehoord van die agent. Oké. Maar luister, ik wil me bij jullie aansluiten. Bij de agency. Maar eerst wilde je ons stoppen. Dus waarom zou ik jou geloven? Ik kan dit. En dan kan ik zeg maar... Wacht, kijk. Ik kan dan zeg maar dit en dan... Sorry, wacht. Momentje, kijk. Ik kan een rondje draaien in de lucht. Ja, dat is wel heel knap. Je krijgt 1 kans. Yes! Dat is beter dan 0 kansen. Vertel, wat moet ik doen? Je krijgt de moeilijkste missie. Stil de kroon. De kroon? Welke kroon? Van de koningin. Maar waar kan ik die vinden? De koningin... Wat had hij nou op zijn rug? Zag je dat? De kroon van de koningin. Prima. Als de koningin in Brookhaven blijft slapen, waar verblijft ze dan? In het duurste hotel van Brookhaven natuurlijk. En mijn vervoer staat al klaar. Oké, perfect. We zijn er. En ik moet haar kroon stelen. Nogmaals, ik doe dit niet graag. Ik eet veel liever een broodje. Maar dit is de enige manier om het vertrouwen van de agency te winnen. En om ze zo tegen te kunnen houden. Oké, eens even kijken. We hebben hier de roze kamer en de royal kamer. Die is gemaakt voor de koningin. Oké, voorzichtig. Eens even kijken. Ik zie niemand. Misschien als ik deze kant op ga. Daar hebben we de koningin. Wil ze een taco hebben? Nee, Bob. Oké, ik heb haar in het vizier. Oh, nee. Oh. Volgens mij op het nippertje heeft ze me niet gezien. Ja, kijk. Volgens mij hoorden ze me. Oké, ze gaat er weer vandoor. Ik zit hier al zo lang te wachten dat ik heb besloten te barbecuen. Het duurt uren. Wacht even. Horen jullie dat? Volgens mij ligt er iemand te slapen. Oké, dit is mijn kans. Voorzichtig. No way. No way. Oké, als ik nou heel voorzichtig ben. Ik heb de kroon. Alles wat ik nu moet doen is deze naar de agency brengen. Ik ben zo benieuwd wat ze hiervan vinden. Uh-oh. Jij daar! Oh. Snel. Naar buiten. Oh, daar is ze. Kom op. Oh. Snel. Oh, op het nippertje. Ik ben zo moe. Het heeft me de hele dag geduurd om te doen alsof ik bij de agency hoor. Nooit gedacht dat dit zou lukken. Dit kan niet meer fout gaan. Ik heb de kroon en hij gaat me geloven. Bob, wat doe jij hier? Hallo. Oh, niks hoor. Gewoon vertellen over je plan om te doen alsof je bij de agency hoort. Wacht even, wat? Je hebt verteld over het plan... Oké, luister. Het is niet wat je denkt. Bob weet niet wat hij zegt. Nee, maar... Waar ben ik? Oh... Ik heb hoofdpijn. Wacht. De agency. Dat meen je niet. Ze zijn me weer te slim af geweest. Ik ben de agency. En mijn plan werkt. Dat komt van boven. Ah, wacht even. Geen probleem. Voorzichtig. Perfect. Maar waar kwam dat geluid vandaan? Volgens mij kwam het van hier, maar... Daar is die. Oh my gosh. Wat is die aan het doen? Het lijkt wel... alsof die zijn masker afdoet. Oké, we weten nu nog steeds niet wie er achter het masker zit. Maar gelukkig heeft hij mij niet gezien. Reageer... IJsje. Ik hou van ijsjes. Voor een deel 2. Abonneer voor meer. En adios.